Goedemiddag, van harte welkom bij het webinar waarin we een doorstart maken in het in kaart brengen van de dienstverlening binnen het werkdomein. Dit webinar wordt opgenomen en is achteraf terug te kijken. We hebben net al één ronde gehad, dat zullen we eerlijk toegeven, hè Margot? Een schitterende ronde waarin de techniek ons helaas een beetje liet vallen. Dus we nemen hem nog één keer op. Dus hè, als u hem later terug wil kijken, dan heeft u geen last van de haperingen van de techniek. We zullen wel de vragen die gesteld zijn in de chat natuurlijk nu nog weer beantwoorden. We nemen jullie mee wat we de komende maanden samen gaan doen. Met dank ook aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de gemeente. Nou, wat zijn dat nou eigenlijk, hè? Service Blueprint sessies. Service Blueprint sessies zorgen voor een brug tussen de leefwereld van de inwoner en de systeemwereld van de overheid. Een methode waarbij de vraag en ervaring van de inwoner dient voor de basis van de digitale dienstverlening. We weten natuurlijk dat we niet kunnen zonder face-to-face contact. Hè. Dat is ontzettend belangrijk, maar we weten ook dat we in een digitaal tijdperk zitten. En dat de digitale dienstverlening ons goed op kan ondersteunen. En juist in die face-to-face dienstverlening. Het begint ondertussen al een beetje te wennen, zo'n webinar. Dan willen jullie dan ook hartelijk bedanken voor het nogmaals kijken. We hopen natuurlijk voor de eerste keer van deze bijeenkomst. Er hebben al heel veel deelnemers meegedacht om te komen waar we nu zijn. En we hopen dat we met jullie met veel enthousiasme aan de slag kunnen, zodat we straks mooie resultaten hebben waarmee we echt de inwoners centraal kunnen stellen in de dienstverlening. Zoals jullie al weten, niet allemaal, maar we hebben al wat Surf Blueprint sessies gehad met vanuit het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens. Het is een programma van VNG. UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De doelstelling is om het mogelijk te maken dat gemeenten, UWV, WSP's, SW-bedrijven, reïntegratiebureaus en private partijen elkaar profiel- en factuurgegevens kunnen benutten. En matching is daarvan een belangrijk onderdeel en dat hebben we al uitgewerkt. Maar zoals jullie weten is het werkdomein meer dan alleen matchen. Dus we starten nu met jullie om echt die totale maatschappelijke opgave uit te werken door middel van Service Blueprint sessies. Nou, we leven in het heden. Meestal wel, ja. Even wennen. Margo, laten we ons even voorstellen, want dat is wat fijner hier. We hebben drie sprekers. De eerste is Margot Osnabrug. Zij heeft ervaring als regio-directeur bij uitzendbureaus en als manager in het sociaal domein bij gemeenten en bij de Rijksoverheid. En ze is nu verantwoordelijk voor het programma Instrumentengidsen Dennis en Eva bij de VNG. Straks buiten beeld, die zult u zo zien, is Arjan van Leren. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring met online dienstverlening in de commerciële sector. En hij gaat in op de visie en achtergrond van de Service Blueprint methode. He, dus de aanpak, hoe zit dat nou, zal hij nog verder toelichten. Mijn naam is Nora Otto. Ik ben senior strategisch adviseur werk, inkomen, schulden en inburgering binnen de directie informatiesamenleving bij de VNG. En ik ben vandaag jullie host. Achter de schermen zit nog onze collega Onno Maler, die samen met mij de vragen in de chat in de gaten of, zal beantwoorden, die er nu niet is. Zo, dit is wennen zeg. Jullie kunnen elkaar natuurlijk ook niet zien, hè, maar om een beetje een beeld te geven wat voor mensen er net ook de webinar hebben gevolgd, kun je denken aan professionals van gemeenten, van uitzendbureaus, ervaringsdeskundigen, ketenpartners zoals UWV, vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, collega's van de VNG op het beleidsterreinwerk en van VNG Realisatie. De agenda is als volgt. We beginnen met de aanleiding en uitwerking van het werkdomein. Daarin zal Margot jullie meenemen, waarin ook het werklandschap nog kort wordt toegelicht. Daarna zal Arjan jullie meenemen op de visie, op de aanpak en de Service Blueprint methodiek. En er komt een korte terugblik van wat hebben we nou al aan resultaten en wat hebben we daar eigenlijk aan gehad. Door Arjan en ik zal jullie meenemen in de aanpak en de planning. En wie we nodig hebben om deze mooie sessies met elkaar tot een goed einde te brengen.
Even een huishoudelijke mededeling. Ja, dat hoeft dan eigenlijk ook niet, hè? Die kunnen we overslaan. Die kunnen we overslaan, ja. Vragen in de chat wordt lastig. Nou, Margot, dan aan jou het woord. Ja, aan mij het woord. Nou, welkom allemaal. Leuk dat jullie even kijken, of terugkijken, of vooruitkijken, wat ook de bedoeling is. Mijn naam is Margot Ossenbrug. Ik ben programmamanager van de instrumentengidsen Dennis en Eva bij de VNG. En ik ga jullie eerst even meenemen in het werkdomein. Gisteren, dat was zondag 29 augustus, was er weer wat in het nieuws over het werkdomein, dan wel over de vacatures en het aanbod. Meer vacatures dan aanbod werd er gisteren vermeld. Dus een krapte op de arbeidsmarkt, dankzij of ondanks de corona. Vandaag is in het nieuws dat met ingang van 1 oktober de steun inderdaad, de coronasteun inderdaad gaat stoppen. Dus dat zegt dan inderdaad wat over ons werkdomein. Want het werkdomein heeft eigenlijk als doel om meer mensen aan het werk te helpen. Alleen echter, alleen niet iedereen kan profiteren van deze aantrekkende arbeidsmarkt. Zo zijn er mensen die blijvend ondersteuning nodig hebben, een aangepaste werkomgeving nodig hebben, of mensen die nog niet de vereiste vaardigheden of diploma's hebben, of mensen die net werkloos zijn geworden en hun vaardigheden op peil moeten gaan houden. Met de participatiewet, ja, sinds 2015, is ingezet op een inclusieve arbeidsmarkt. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor hun kwetsbare inwoners over de breedte van het hele totale sociaal domein. Zo zijn gemeenten in staat om dienstverlening aan hun inwoners dichtbij en integraal in te richten. Echter, een adequate gegevensuitwisseling is hierbij cruciaal. Tegelijkertijd leidt het sleutelwoord transparantie. Het belang van transparantie op de arbeidsmarkt is noodzakelijk voor verbinding tussen vraag en aanbod, ongeacht of dit nu digitaal of met persoonlijke professionele ondersteuning plaatsvindt. Het aanbod, planprofiel, moet inzichtelijk zijn, inclusief de competenties, en onderling gedeeld kunnen worden met werkgevers, werkgeversservicepunten en private markt. Ook de vraagkant moet inzichtelijk zijn, dus ook de vacatures. Dit vergt een nauwe samenwerking tussen publieke en private partijen, de werkgever en met de werkzoekende. Zeker. Tot zover het werkdomein. Ik ga jullie een toelichting geven over het werklandschap. Het werklandschap is waarschijnlijk bij iedereen in heel Nederland al bekend. Nou, nog niet bij iedereen, denk ik. Ja, dus laten we kort een beetje toelichten, Margot. Ja, Arjen gaat straks nog wat verder toelichten over het werklandschap. Maar het werklandschap bestaat uit KATAM-tegels. Dat zijn dienstverleningstegels. De tegels beschrijven eigenlijk wat de gemeente moet doen. En in de beschrijving staat hoe de gemeente dit het beste kunnen doen. Het landschap is ontwikkeld met gemeente. Dat staat ook onderop inderdaad. Met SAM, Divosa, TNO. Brancheorganisaties, ketenpartijen. Dus het is een heel breed gedragen werklandschap. De toelichting inderdaad op die tegels zie je inderdaad hier vermeld. Inderdaad, van melding tot en met plaatsing, dus voor de werkzoekende kant. En van werkgevercontact tot en met plaatsing aan de werkgeverskant. Ja, en hij is ook terug te zien, hè? Margot, er staat een link bij, zie ik, waarin je ook toch op kan klikken, toch? Ja, dat klopt. Je kan inderdaad op de link kan je klikken en dan kom je bij VNG Realisatie uit, waar meerdere producten over modernisering van het werkdomein te vinden staan. Ja, ik bedoel, je kan ook klikken op het landschap zelf en dan staat nog duidelijk uitgelegd wat nou maatschappelijk fit is, bijvoorbeeld. Hè? Dat klopt, ja. Maar eerst even via de link, want dit is een vaststaand plaatje. Ja. Wat doen de gemeenten met dit model? De gemeenten kunnen dit model gebruiken om dienstverlening en processen te duiden. Uitkeringsbestanden en instrumenten te plotten, zoals bijvoorbeeld instrumentengids Dennis en Eva, of gerichte IT-aanbestedingen erop te schrijven, van altijd vanuit het inwonersperspectief. Het landschap is geen stroomschema, dus het zijn losse tegels die per inwoner of huishouden samengesteld kunnen worden en waar nodig herhaald. Want dienstverlening is immers een kwestie van maatwerk. Zowel voor bestuurders als professionals biedt het werklandschap inzicht in dienstverleningsprocessen en het is een gemeenschappelijke taal. En dat is heel erg belangrijk om mensen inderdaad richting werk te begeleiden. Arjan, zoals ik net al aangeef, gaat straks nog even wat verder in op het werklandschap. Ik wil u even meenemen in de programma's van de VNG. Afgelopen periode zijn er een aantal programma's zijn gestart voor de verschillende domeinen en om uitwisselingen inderdaad van de gegevens en het stelsel van afspraken te organiseren.
Ik wil ze in het kort even hierbij benoemen, maar voor meer informatie verwijs ik je naar de VNG of VNG-realisatiesite waar meer documentatie beschikbaar is. Dennis en Eva. Dennis en Eva, het zijn geen nieuwe collega's. Dennis staat voor doen met kennis en Eva staat voor effectief, vakbekwaam en actueel. Dennis en Eva zijn twee instrumentengidsen waarmee de professionals in het werkdomein worden ondersteund bij het bieden van passend aanbod aan werkzoekenden en het bieden van inzicht aan werkgevers in lokale, regionale en landelijke regelingen. Vanaf april, jongstleden, is er een EVA ingericht voor de regionale mobiliteitsteams, waarmee partijen die werkzaam zijn binnen een regionale mobiliteitsteam inzicht hebben in landelijke, regionale en lokale regelingen voor de crisisdienstverlening. Het is nog even de vraag inderdaad hoe dat verder gaat lopen, gezien inderdaad meer vacatures, ja, zeker, en minder aanbod. Maar het is wel heel mooi dat dus de huidige dienstverlening al ondersteund wordt door Dennis en Eva, toch? Ja, dat klopt. Ja. En we zien bij de EVA ook dat het UWV, of EVA voor RMT's, UWV, ook de vakbewegingen en SBW inderdaad, VNO-NCW, daar nauw in samenwerken. Ja. Het volgende is FUM, Verbetering Uitwisselingsmechanisme Matchingsgegevens. Ook Arjan gaat daar straks nog wat over uitleggen. Maar wat zien we inderdaad bij FUM gebeuren? Binnen de arbeidsmarktregio's wordt al informatie uitgewisseld op dit moment. De wijze waarop verschilt en is vaak arbeidsintensief en gaat vaak ook ad hoc. Gegevens worden op verschillende manieren vastgelegd en zijn lastig inderdaad om uit te wisselen. Door te werken aan een standaard gegevensset, dus die eenheid van taal te creëren, krijgt de professional toegang tot niet alleen de eigen database met profielen en vacatures, maar ook die van andere dienstverleners. En daarmee krijgen professionals meer mogelijkheden om te matchen en worden werkzoekenden en werkgevers minder afhankelijk van bestaande regionale situaties. Het derde is UM, Uitwisselingsmechanisme Werk. UM is een technische infrastructuur die elektronische gegevensuitwisseling binnen en tussen gemeenten en met organisaties mogelijk maakt. Gemeenten kunnen via UM gegevensuitwisseling met elkaar, maar ook met ketenorganisaties zoals het UWV, en met landelijke stelsels en voorzieningen, zoals bijvoorbeeld FUM. UM kan je zien eigenlijk als een soort stickerdoos, waarmee de gemeenten kunnen inpluggen en gemakkelijk kunnen aansluiten met het behoud van eigen systemen. Het vierde programma, wat we kennen binnen de VNG, is TWI, Toekomst Gegevensuitwisseling Werk en Inkomen. Het huidige SUWE-keten bestaat eigenlijk nu al 20 jaar, of ongeveer 20 jaar, en is gericht op berichtenuitwisseling, dus niet op gegevensuitwisseling, tussen uitvoeringsorganisaties en ketenpartners. Burgerregie op gegevens en gegevensuitwisseling bij private partijen en andere ketens, zoals jeugd, WMO, zorg, is op dit moment nog niet mogelijk. TWI werkt aan dit aanvullende stelsel voor gegevensuitwisseling en ontwikkelt dit met een nieuwe technologie. Dit zijn de vier programma's die binnen de VNG inderdaad worden begeleid, helemaal, samen met ketenpartners. Ja, helemaal gewoon als nog even met dat landschap, hè? Ja. Want is het nou echt, zeg maar, dat de professional zich daar ook in herkent? Is dat getoetst? Hoe is het tot stand gekomen? Ja, dit werklandschap is met gemeenten ontwikkeld, met professionals vanuit de gemeente, echt de uitvoering. Mm-hmm. Met SAM, TNO en Divoza. Okay. Het is echt getoetst inderdaad met professionals. En zij zijn er heel blij mee, omdat het gewoon een soort standaard is. Ja, ja. Maar. En is het ook voorgelegd aan de bestuurders van de gemeente? Ja, de commissies PSI, commissie IS en de taskforce die voorgaand is aan het college van dienstverleningszaken, uh-huh, hebben dit voorgelegd gekregen en hebben daarmee ingestemd. Ja, oké. Okay. Nou, dat is mooi. Ja. Dus het is iets wat we door gemeenten kunnen... Het zou mooi zijn als alle gemeenten inderdaad hier gebruik van gaan maken. Niet zeggen. Eenheid van taal. Onno, had jij nog meer vragen voor ons? Er is nog één vraag binnengekomen inderdaad. Wat gaat er gebeuren met de UWV-systemen BBS en Sonar? Ah, kijk. Ah, ik denk dat Arjan daar meer straks antwoord op kan geven. Als het goed is worden deze uitgefaseerd. En één, wij werken eraan inderdaad dat zowel FUM, TWI... UM inderdaad, daarvoor in de plaats gaan komen. Ja, niet helemaal in de plaats, maar straks met de Search Blueprint methodiek hebben we wel een hele goede blauwdruk
dat gemeenten zelf in staat ook zijn om echt te bepalen welke applicaties je nou nodig hebt om je dienstverlening te ondersteunen. Ja. En waar UM, FUM echt ondersteunt aan de onderkant van gegevensstandaard. Hè, dus dat we weten welke gegevens dan met elkaar uitwisselen. Maar ook dat je de gegevens kan uitwisselen, maar niet dat je een applicatie hebt waar je echt lekker in kan kijken. Dat is toch ook nog grotendeels aan gemeente. Dat klopt, dat is zelf aan de gemeente. Ja. Ja. Zaaksystemen gaan we ons ook niet aan wagen. Dat is echt aan gemeente zelf. Ja, dat klopt. Ja. Oké, dan ga ik het woord geven aan Arjan. Die komt in mijn plaats. Dankjewel, Margot. Graag gedaan. Nou, Margot heeft dan al een korte toelichting gegeven op het werklandschap. Hè, wat er allemaal gebeurt qua dynamiek binnen het werkdomein. Arjan, aan jou de schone taak om ons mee te nemen met echt die visie op die aanpak. En nog iets, ook even een korte terugblik van wat hebben we nou gedaan met FUM? Wat hebben we aan resultaten en wat konden we daar nou mee? Dat we ook gewoon met z'n allen iets meer beeld bij hebben wat we nu de komende tijd gaan doen. Dankjewel. Ja, fijn jullie zijn vandaag. Ik neem jullie mee in die aanpak en in die terugblik. En voor mij startte eigenlijk dit stuk met voor wie doen we het? En we doen het voor de inwoner. En welke digitale dienstverlening willen we nu aanreiken aan die inwoner? Wat is daarvoor nodig? En voor mij de eerste vraag die ik stel eigenlijk, Laura, ook aan jou, is wat is nou goede dienstverlening? Wat is goede digitale dienstverlening? En hebben we voorbeelden ervan in onze eigen dagelijkse praktijk? Ja, goede digitale dienstverlening. Ik kan niet anders eigenlijk. Nee. Ik heb net een school-app, een hockey-app, dat is dan alleen al voor mijn kinderen. Ja. Een Bezo-app waarin ik chat met de meester, maar ook weet hoe laat de trainingen zijn. En voor mezelf, mijn hele financiële. Ik zie hoeveel dat mijn salaris is gestort, dat ik weer hoeveel ik nog over heb aan het einde van de maand, wat ik nog kan sparen en welk potje waarvoor. Dus ik vind het wel fijn, wel lekker makkelijk ook. Ja, dus, je ziet dat in de commerciële wereld al jaren continu geoptimaliseerd wordt in de dienstverlening. Ja. Dus die hele inrichting, zowel het continu denken vanuit de doelgroep, hoe organiseren we het nu zo makkelijk mogelijk voor de klant. Omdat als je dat doet voor de klant, komt hij terug en blijft hij trouw klant en komt hij meer bij. Dus als je kijkt naar een aantal van de kenmerken van een goede website, ook opgehaald uit allerlei verschillende gesprekken, zie je dat het aan de ene kant gaat over makkelijk vinden van informatie. Ja. En begrijpelijk, te laagdrempelig, nou zeker ook in het sociaal domein natuurlijk een heel belangrijk stuk. Het gevoel van proactief geholpen worden, op maat geholpen worden. Is best prettig. Is heel prettig. Ja. En dat het actueel relevant is, dat past bij jouw situatie. Ja. Dat zie je terug eigenlijk in al dit soort goede voorbeelden van websites. En een paar voorbeelden die op het scherm nu staan. Een omgeving die inspeelt op jouw situatie en met jou meedenkt. Dat zijn allerlei soorten organisaties. Je noemt een bank, maar ook partijen zoals bijvoorbeeld een Rabobank staat hier als voorbeeld. Die heeft hele mooie spaarpotjes. Die heeft hele mooie spaarpotjes. Denk dat je mee met jouw situatie. Ja, zeker. Maar ook de retailers doen dat natuurlijk in Nederland heel goed. Wat internationaal heel goed. Denk aan Amazon. De Bol.com. Mm-hmm. En de Coolblues. Ja. En wat zij doen is niet alleen maar continu kijken welke behoefte is er bij de klant en hoe komen we daar nu zo dicht mogelijk bij, hoe doen we daar zo goed mogelijk aan. Maar ook aan de achterkant zijn ze continu bezig om te meten en te optimaliseren. Dus eigenlijk elk stapje in het proces houden ze in de gaten en zijn continu aan het tunen om te kijken hoe het beter kan in dat proces. Nou, een deel van die principes kun je net zo goed toepassen op een vraagstuk in het geval op een werk. Ja. En wat we dus in die blueprint sessies doen is aan de ene kant nadenken over wat is de klantbehoefte en wat is het profiel wat bij die klant hoort. En daar heel goed over nadenken welke dienstverlening past daar dan bij. En anderzijds aan de achterkant te zorgen dat het instrumentarium daarvoor ingericht is en we het kunnen meten en optimaliseren. Ja, dus eigenlijk zeg je dat we als overheid een beetje kunnen leren van de bol.coms van deze wereld, toch? Zeker, zeker. Want heel veel van de stappen in het proces zijn vergelijkbaar. Ja. Dus hoe zorg je dat iemand de aandacht vastgehouden wordt? Hoe zorg je dat iemand de juiste informatie op het juiste moment krijgt? Ja. Voor open staat, dat een drempel overwonnen wordt. Nou, zie je de commerciële sector, maar net zo goed ook in de semi-profit en non-profit sector. Mm-hmm. Dus wat we eigenlijk doen, is we beginnen aan de ene kant met het in kaart brengen van de wensen aan de voorkant. Dus we kijken heel goed naar de inwoner, we kijken naar de stappen die inwoner nodig heeft en wat behoeften daarin zitten. We kijken ook naar gevoel, dus welke emoties zitten er in bepaalde stappen, waar moeten we dus iets mee in onze teamsverlening.
En we kijken heel goed naar de aansluiting van die behoeften op de actor. Dus welke ondersteuning is er nu nodig en welke mensen zijn er nodig? Welke dienstverleners zijn er nodig om de inwoners goed mogelijk te helpen met dit werkvraagstuk? En dat kunnen dus meerdere partijen zijn. Waar we wat verder gaan dan de reguliere klantreis in deze aanpak. De klantreis beschrijft eigenlijk alleen de bovenkant. Dus alleen de stappen van de inwoner. We gaan hier ook kijken wat is er aan de achterkant nodig om het dan ook echt in te richten en in te regelen met elkaar. Ja. Dus we kijken dan, wat zijn dan de acties van de actoren? Oftewel, welke stappen kunnen de ondersteuners bieden? En welke informatie hebben zij dan nodig? We kijken naar wetgeving en beleid. Of privacy, maar daar moeten we allemaal rekening mee houden. Welke processen en systemen raken we allemaal? Ja. Welke data hebben we nodig om het goed te kunnen meten, te monitoren en te optimaliseren? En welke KPI's horen daarbij? Dus na het doorlopen van deze stappen met elkaar, en de bovenste zullen we doen met de mensen uit de praktijk, die echt in de dienstverlening zitten, daar kom jij zo nog even op terug, Nora. Ja, zeker. En die achterkant zit wat meer bij de beleidsmensen, de informatiemanagers, juristen en dergelijke. Teammanagers die wat meer over de grote lijnen heen kunnen kijken. Gaan we dus niet alleen de voorkant, maar samen met hen ook de achterkant inrichten. Nou, het klinkt als een hoop, een groot, mooi totaal beeld, wat het zo schetst. Ja, dus we kunnen ook echt zo meteen kijken van waar gaan we een stap verder, waar gaan we optimaliseren. Ja. En zoals je net als voorbeeld gaf, als er nieuwe systemen aangeschaft of ingeregeld moeten worden. Hoe doen we dat? Hoe besteden we nou een systeem aan? Zodat dat zowel past bij de behoeften van de inwoner als bij de dienstverleners. Ja. Nou, zo'n plaat ziet er dan heel complex uit met heel veel blokjes daarin. We gaan er ook niet verder op inzoomen voor nu. Maar wat je hier ziet is in de bovenste lijnen zie je de kanalen. Bijvoorbeeld de digitale kanalen, ook de face-to-face gesprekken. De stappen en de acties van de inwoner. De lijn met de actoren en alle ondersteunende functies. En de onderste lijnen gaan dan over systemen, informatie, processen, data, etc. Dus daarmee maken we een hele plaat die we vervolgens kunnen toetsen. En waar gemeenten straks zullen mee aan de slag kunnen om die te gebruiken in hun eigen situatie. Ja, gaan we deze uitwerkingen straks ook delen met als we dit uit hebben gewerkt? Het is natuurlijk nu vrij moeilijk leesbaar, of het is klein, kunnen we die straks... Ja, die zijn straks gewoon toegankelijk. Ja? Dus die gaan we delen met alle mensen in het werkdomein. Hartstikke fijn. Ja, met en voor alle organisaties daarbij betrokken zijn. En we gaan ook aan het eind van het jaar nog een seminar doen of een bijeenkomst organiseren, waarbij we alle blueprints van alle domeinen, want het is niet alleen werk, hè, maar het is ook inkomen, schulden en inburgering, samen gaan delen en met elkaar bespreken en de learnings eruit halen. Graaf. Ja? We beginnen niet helemaal opnieuw, want we zijn eigenlijk al een poosje bezig. Margot vertelde het ook al over de FUM. Mm-hmm. Dus de sessies die we daar hebben georganiseerd, zoals jullie in beeld zullen zien, zijn we daar eigenlijk gestart vooral rondom het stuk bemiddeling, matching. Dat zit in het midden van deze plaat. En we hebben een aantal van die katantegels eromheen stukjes uit gepakt. Maar eigenlijk de focus lag heel nadrukkelijk op dat matchingstuk, op dat plaatsingstuk. Dat zie je ook wel terug in de aantallen. We hebben dat niet alleen gedaan vanuit de inwoner, maar ook vanuit de werkgeversperspectief. En de bemiddelaar zijn daar heel nadrukkelijk in meegenomen. En er zijn al een aantal klantreizen gemaakt op bijvoorbeeld meldingen en intake, op maatschappelijk fit, werkfit, et cetera. En aan de werkgeverskant op een stukje werving en selectie en kandidaatfit. De bedoeling is nu om de rest van het landschap ook in kaart te brengen. Daarvoor hebben we gekeken. En er zijn eigenlijk twee dingen. Enerzijds is, welke stukken hadden we nog niet, die willen we nu mee gaan nemen. Nou, dus meer aandacht nog voor werkfit en maatschappelijk fit. Een stukje rondom oriëntatie opleiden. Maar we kijken ook naar bijvoorbeeld wat meer nazorg. Nee, dat is een vraag die heel nadrukkelijk naar boven kwam tijdens de sessie van veel van de collega's uit het domein. Die zeiden van, we zouden graag weer ook meer naar duurzame uitstroom willen kijken. Kunnen we daar ook nog een aantal sessies aan bijden? Van werk naar werk wordt actief meegenomen. Dat is een belangrijk vraagstuk van dit moment. En ook aan de werkgeverskant stukken rondom voorzorg. Dan blijven er nog een paar klantreizen open. Die zijn nog niet ingevuld. We zien eigenlijk altijd dat in de sessies er nog een aantal vraagstukken naar boven komen. Ja. En daar is dan ruimte voor om daar allemaal specifiek nog naar te kijken. Okay. Dus dat is op basis van de input van de deelnemers. Hey, en wat de deelnemers die al mee hebben gedaan aan deze soort blueprint sessies. Ja. Hoe hebben die ervaren dat ze er wat mee konden in hun dagelijkse werk? Behalve dat ze het misschien heel leuk vonden om elkaar te zien en een keer echt na te denken over de toekomst. Ja, je krijgt heel veel reacties terug. Want natuurlijk in die sessies zijn collega's met elkaar aan het sparren over de ideale situatie. Ja. Hè? Dus je mag een keer even alles wat je in de praktijk dagelijks tegenkomt. Een keer zeggen van, ik zou het graag dat en dat op deze manier opgelost willen hebben. Dus dat is
één iets wat we heel erg veel terugkregen, dus inderdaad de lol tijdens de sessies. Maar er zijn ook heel veel conclusies uitgekomen. En dat zijn aanbevelingen vanuit de mensen die zelf in de sessies zaten. Ik zal er ook een paar laten zien. Okay. Dat is leuk om dat ook even terug te kijken. En een deel daarvan zijn ook direct in de praktijk toepasbaar. Nou, eventjes dan dat hele landschap wat ik net zei, brengen we dus een kaart. Dat zijn dus 11 klantreizen aan de kant van de werkzoekende, 8 aan de werkgever en 16 die een overlap hebben waar ze elkaar raken. En waar ook natuurlijk de bemiddelaars en de ondersteunende coaches een hele belangrijke rol in hebben in die processen. Dus dat is hetgene wat we in zijn totaliteit in kaart brengen. Wat heeft FUM dan opgeleverd? Nou, ik zei al 26 uitgewerkte klantreizen, dat is een heleboel. En daar zijn een hoop bevindingen uitgekomen. Ja. Niet alleen ten aanzien van die gegevens sets, bijvoorbeeld die profielen van die werkzoekende werkgever, maar ook op het gebied van informatie en dienstverlening. Ik ga daar heel kort doorheen. Jullie hebben deze slides erbij, dus je kunt straks ook rustig nog even nalezen. Een paar conclusies. Enerzijds is, we hebben dat heel snel gezegd, eigenlijk hebben alle betrokkenen behoefte aan diezelfde informatie. Nou, Dennis en Eva staan er helemaal een voorbeeld van. Ja. Hoe er ook nou de juiste informatie aan alle betrokkenen beschikbaar is. Mm-hmm. En ook hetzelfde is, zodat je op alle plekken in Nederland ook dezelfde type informatie aangereikt krijgt. Ze geven wel aan die informatie moeilijk vindbaar is. Dus het is ook zaak om na te gaan denken over welke kanalen hebben we daar dan voor nodig. Om te zorgen dat dat uniform gebeurt. En wat voor kanalen kan je dan aan denken? Nou, dat zou kunnen zijn bijvoorbeeld één portal of één centrale plek waar al die informatie opgeslagen is. Of een app waarin alle informatie bij elkaar gebracht wordt afhankelijk van je situatie. Dus dat zijn dingen die naar voren komen in die sessies. Ja. Maar denk ik ook gewoon het versturen, een brief en alles. Ik neem aan dat je zo breed kijkt, toch? Ja, het wordt niet alleen maar naar web gekeken, maar ook naar de niet online, oftewel de analoge processen en de ondersteuning daarvan. Ja, eigenlijk. Ja. Ja. Iets van naar boven komt als eigenlijk al heel snel een proces, een heel belangrijk is bovenregionale uitwisseling. Dus zeker op het moment dat je op zoek bent naar vacatures voor een werkzoekende. Dat je niet alleen maar in je eigen gebied kunt kijken, maar ook naar buiten kunt kijken. Ja, dus ook gewoon een breder set van informatie. Nou ja, dan komen woorden als uniformiteit naar boven. En ook effectiviteit. Dus weten we welke diensten effectief zijn. Dus welke echt helpen. Dat is een stukje meten en kunnen optimaliseren op daarvan. Komt een heel nadrukkelijk terug uit die sessies. Nou, aan de kant van de dienstverlening zie je nog een aantal dingen terug. Die de collega's hier waarschijnlijk zullen herkennen. Behoefte aan standaardisatie. Dus gewoon... Aan de ene kant hebben we maatwerk, maar als we dan iets leveren, weet zeker beter dat datgene wat dan beschreven is ook zo te leveren is. De match, meer op de soft skills en niet alleen maar de harde skills. Er staan er hier een paar opgenomen. Zoals werkfitheid, interesses, bijvoorbeeld baanoriëntatie, oftewel droombanen. Ja. Minder dan alleen maar wat je hebt in het verleden gedaan met je cv. Dat staat op het cv. En tijdig en proactieve signalen. Nou, dat zijn een aantal dingen die naar boven kwamen. En die we zeker meenemen in de volgende stappen. Wat nog meer naar boven kwam uit die FUM-sessies, is de informatie. Hè? FUM was behoorlijk gericht op welke gegevens hebben we dan nodig in die uitwisseling. Mm-hmm. Dat zijn enerzijds gegevens van de werkzoekende. Wat ik al zei, meer informatie rond ook op meer zachte kant, zoals de kinderopvang, financiële zorgen, is er thuis iets aan de hand, et cetera. Ja. Profiel van de werkgever, met zaken zoals proefplaatsingen, mogelijkheden proefplaatsingen, werkervaringsplaatsen, jobcarving en dergelijke. Dingen die nu vaak niet opgeslagen zijn of niet gestructureerd opgeslagen zijn. En veel informatie over proces. En daar hebben we heel veel handreikingen al kunnen doen. Dus hoe toetsen we nou over proces en de dienstverlening. Mm-hmm. Goed loopt en ook beter georganiseerd kan worden. Dus dat zijn wat van de resultaten uit de vorige sessies. En die hopen we natuurlijk heel graag in de nieuwe blueprint sessies te gaan verrijken. En weer te toetsen. En ook weer nieuwe dingen boven water te halen. Oh. Dankjewel voor je toelichting. Onno, zijn er nog vragen? Er zijn 2 vragen. Vraag nummer 1. Hoe moet ik service blueprints plaatsen met de methodiek service formules? VNG heeft eerder namelijk sterk ingezet op de methodiek service formules, maar lijkt er nu meer in te zetten op de methodiek service blueprints. Ja, nou, service formules zijn een set eigenlijk aan diensten die je aanbiedt in een bepaalde situatie. Die gaan we zeker meenemen. Die blueprints gaan eigenlijk over de hele reis die een werkzoekende of werkgever meemaakt in het proces. Mm-hmm. En een stukje daarvan gaan we de service formules gewoon weer overheen leggen, om te kijken of ze passend zijn op die reis van het inwoner. Dus in die zin worden ze hergebruikt. Goed zo. Dus we nemen mee wat er al is. Ja. En we breiden het uit om echt die brug nogmaals te slaan tussen die leefwereld van de inwoner. Ja. En richting die dienstverlening en alles wat aan informatievoorzieningen achter ligt. Om echt die inwoner goed te kunnen ondersteunen. Exact. Mooi. Ja. Oké, nou fijn. Dan de tweede vraag. Kan dit systeem gekoppeld worden aan de huidige systemen die we intern hebben? We werken met C-Vision, C-SEM.
Of komt dit in plaats van dit soort systemen? Nou, de blueprints als zich zijn geen systeem. Het is een methode om dingen in kaart te brengen en met te duiden. Wat we al zeiden vanuit het inwonersperspectief. Mm-hmm. Maar ook zeiden, er komen een heleboel wensen en eisen aan, uit. In vaktermen requirements. Oftewel, de specificaties waaraan een systeem zou moeten voldoen. Dus wat je daar wel mee kunt, is straks je eigen systemen toetsen. En of als je een nieuw systeem gaat inrichten of aanschaffen, kun je kijken aan welke specificaties zou moeten voldoen. Dus daarvoor is het heel bruikbaar. Kijk, dankjewel. Dat waren de vragen. Hartstikke fijn. Nou, Arjan heeft jullie meegenomen, hè, om toe te lichten wat nou die server blueprints zijn. Nou, waarom het nou zo belangrijk is om die inwoner centraal te zetten. Wat we al hebben gedaan. We begrijpen natuurlijk nu nog beter dat het belangrijk is om aan te haken bij iemands interesses. En op welk moment je iemand moet benaderen. Ook vanuit de linken die je legt naar de commerciële wereld. Nou, ik ga jullie nu meenemen, hè, meer in de aanpak en de planning. En welke persona en klantreizen hebben we? Wanneer beginnen we? Nou, dat is 7 september. En we gaan de digitale werksessies de komende week aan de slag om die klantreis met jullie uit te werken. En op basis van de persona's die hebben we al uitgewerkt met de professionals die werkzaam zijn in het werkdomein. Even kijken. Ja, dank je. Nou, het overzicht van persona. Wat je hier ziet, is dat we verschillende persona hebben uitgewerkt van werkzoekende werknemers. Ook eentje van de professional die natuurlijk de werkzoekende werknemers ondersteunen. En werkgevers, ook wel enigszins toepasbaar in deze tijd. Hè? Een restauranteigenaar, een eigenaar van zoeterij en een HR-adviseur. Als je nog één sheet verder gaat, dan zie je echt een uitgewerkte persona. Jurgen is een jongere zonder startkwalificatie. Hij is 17 jaar. Wat je ziet is dat we zeg maar, dit gaan we trouwens ook met jullie helemaal weer bespreken op het moment dat we een klantreissessie starten. En je krijgt van tevoren toegestuurd. En wat je ziet is dat we eerst echt inzoomen van wie is nou Jurgen? Wat is nou de aanleiding dat hij in deze situatie is? Welke doelen willen we bereiken? Zijn er bij belemmeringen en aandachtspunten waar we rekening mee moeten houden om echt ons doel te bereiken? En dit is een voorbeeld van hoe we dus die personas hebben uitgewerkt. Even kijken. Nou, je ziet dus hier wat we dus hebben gedaan. En dat heeft Arjan al verteld. Is dat we dus die persona's echt hebben uitgewerkt op die dienstverleningstegels. Waardoor we dus eigenlijk het hele landschap doorlopen met behulp van die persona's. En in elke klantreissessie, wat jullie straks ook zien in de planning, wordt per sessie wordt er één tegel uitgewerkt. Met behulp van een persona. Nou, wat levert dit dan op? Je hebt natuurlijk inzicht natuurlijk. Dat is voor ons heel belangrijk. Maar ja, inzicht echt vooral vanuit de inwoner, niet dus vanuit procesoptimalisatie. En ook echt gewoon die dienstverlening en die handelingsmogelijkheden voor de professional. En ondersteunende informatie die we daarbij nodig hebben, zoals data. Hè, maar ook hoe moet je dat dan in je beleid vastleggen? Hoe gaan we die gegevens uitwisselen? Dus wat moet je in je architectuur vastleggen? Klopt het juridisch? En nou ja, gemeenten die kunnen straks zelf aan de slag om de dienstverlening richting inwoners te optimaliseren. Als we kijken in de planning, dan zien we dat we 7 september starten. En dat per sessie staat omschreven welke tegel we uitwerken en welke klantreis daarbij behoort. Het is een summiere omschrijving en in de sessie zelf zullen we daar meer aandacht aan geven. En dit overzicht kun je ook terugvinden straks op de website van de VNG. Dan, wie hebben we nodig? Nou, we hebben natuurlijk in eerste instantie de klantreissessies waar we mee beginnen telkens. Je kan denken aan werkzoekenden. We zouden het heel fijn vinden als die ook aan willen sluiten bij de bijeenkomsten. Het houdt ons ook scherp om niet alleen maar vanuit de gemeente te denken. We willen juist echt vanuit die inwoner blijven denken. Maar ook, je kan ook denken aan opleidings- en jobcoaches, werkgevers, inkomensconsulenten, gezinscoaches. En als je sociaal domein breed kijkt, zie je dat een WMO-consulent bijvoorbeeld ook af en toe te maken heeft met een inwoner die zegt, help mij aan een baan en waar moet ik naartoe? Dus die is eigenlijk ook wel in het proces betrokken. Dus ook een oproep om breed bij je collega's te vragen van,
meemogen van jeugd, van inburgering, van sluit aan bij deze sessies en denk met ons mee om het werklandschap zo goed mogelijk uit te werken. Als er die klantreissessies zijn geweest en die zijn uitgewerkt, dan willen we natuurlijk ook nog één keer toetsen of het klopt. Want wij geloven erin dat als je met je voet in de klei staat, dat je dit het beste kan doen. En dat willen we dan daarna ook echt nog één keer toetsen met juristen, met beleidsmedewerkers, die er echt even met een helikopterbril naar kunnen kijken. Dus ook teamleiders en projectcoördinatoren. Nou, dan vragen. Nee, hierover niet, hè? Alle informatie wordt ook naar jullie toegestuurd en is ook terug te vinden op de website van de VNG en VNG-realisatie. Nou, dan hoop ik dat u een goed beeld heeft gekregen. En wil ik u van harte danken dat u aanwezig bent geweest en voor de vragen die u eerder heeft gesteld tijdens het webinar. Wij willen heel graag samen met u aan de slag om het werkdomein in kaart te brengen, zodat wij de optimale dienstverlening aan de inwoners en echt mensen van werk naar werk, maar ook vanuit een uitkering naar werk, echt gewoon weer kunnen laten participeren naar vermogen. De PowerPoint-presentatie, die ontvangt u binnen enkele dagen via de mail. En in de mail voegen we een overzicht toe van alle klantreissessies en de aanmeldlink. Als er vragen zijn, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Dus als u zegt van, hey, ik snap toch niet helemaal waar ik me voor aan moet melden, mail ons dan even via info@vng.nl en dan zullen we natuurlijk even contact met u opnemen. We nodigen u ook uit om u aan te melden voor de nieuwsbrief van VNG Realisatie en het weekoverzicht van de VNG. Op die manier gaan wij u informeren over de voortgang, want we gaan natuurlijk hele mooie resultaten boeken. We hebben er al een paar geboekt en die willen we graag met u delen. Wat leuk is om te vermelden, is nog dat de gemeente Enschede met de Surf Blueprint methodiek één van de vier winnaars is van de gemeentedelers 2021. Er staan inspirerende filmpjes op de website. Als je nou toch denkt, hey, die Surf Blueprint methodiek, ik wil er toch wel wat meer over weten. Kijk er eens naar en het gaat zeker. Ik vond het heel leuk. Ik werd er heel blij van. Ik dacht, hé, wat fijn dat we dit samen met jullie mogen doen. Arjan, nog één keer. Waarom moet de gemeente zich aanmelden? Wat is nou zo leuk? Waarom kriebelt het bij jou? Nou ja, ik zei het straks al, die sessies zijn gewoon leuk. Laten we daarmee beginnen. Ja. Dus je zit met collega's van allerlei domeinen bij elkaar. En je praat over een onderwerp. Je mag ook alles uit je werk meenemen en out of the box denken. Dus oplossingen bedenken. Die oplossingen leggen we ook vast. En die gaan natuurlijk toetsen, zoals je net straks zei. Maar die oplossingen leggen we ook vast. En dat wordt straks een Nederland breed plaatje van de ideale dienstverlening naar de inwoner. Dus dat is ook heel leuk om dat straks denk ik terug te zien. Mm-hmm. Ja, natuurlijk hopelijk ook de komende periode praktisch maken met elkaar. En dat we ook echt gewoon terugzien in de dienstverlening richting de inwoner. En nou, het lijkt me prachtig om daar aan bij te dragen met elkaar op. Zeker, ja, ik kijk er naar uit. Leuk. Ik ook. Margot, mag ik jou van harte bedanken voor je input. Graag gedaan. En Arjan natuurlijk ook bedankt. En Onno bedankt voor de vragen. En jullie als publiek, we zwaaien gewoon, want het is een beetje op afstand, maar toch fijn dat jullie hebben willen kijken. En ik wil je van harte uitnodigen dus om aan te sluiten deze soort blueprint sessies. En we hopen jullie snel te zien. Tot ziens. Tot ziens.